Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals je achter me ziet, ben ik bij de Applejack. Ik zit even naar het logo te zoeken. Oh, hij zit daar. Het is vandaag Ladies Night. Het is namelijk woensdag 27 maart. En er was vandaag een Ladies Night. En eigenlijk zit ik dus midden in mijn toetsweek. Maar ik heb dus aan mama gesmeekt dat ze even met me mee wilde. En ze is nu even nog de auto aan het parkeren. Dus dan neem ik alvast hier even mijn intro op. Het is echt super, super, super druk. Er zijn echt onmens veel auto's en eigenlijk alles. Maar ik hoop dus vandaag dat ik goed slaag met allemaal spullen kopen. En ik had ook gehoord dat je, allemaal beesten, dat je bij de boven de 25 euro krijg je nog een hele leuke goodie bag. Dus ik hoop dat dat hem ook gaat worden. En voor nu gaan we dan zo meteen lekker naar binnen. En dan gaan we hopen dat we allemaal leuke spulletjes vinden. Ze hebben dus in deze video weer een van de heel veel Applejack video's die ik altijd heel erg veel maak. Vergeet nog je onder te abonneren en natuurlijk een duimpje omhoog te doen. En dan gaan we super gaan beginnen net deze video. Nou, mama die is zich ondertussen tussen alle halsers aan het wurmen. Het is echt heel erg grappig. Ze weet helemaal niet wat ik dit doe, maar ja, het is wel lachen. We zijn gewoon op zoek naar een nieuw halster voor eentje, omdat ze binnenkort weer op de wei mogen. Dus we zijn even op zoek naar iets zachts. Nou, we hebben al deze, in ieder geval die gaat mee naar huis, want die van King die viel helemaal uit elkaar. Dus het is eigenlijk een hele simpele, maar ja, mama vindt nog steeds dat King een ruin is. Oh, mooi man, wil je ze hebben? Dan krijg ze wel van mijn cadeau, ja? Ook de sokken zijn 2+1 gratis en ik hou van gratis en van shoppen. Dus ik ga even 3 paar leuke sokken uitkiezen. De vorige keer weet ik dat ik deze heb genomen en die heb ik nog steeds. Ik vind ze echt super fijn. Dus de kans dat het weer stapsokken worden is wel heel erg groot, dat ze echt nog fijn zijn. Ook hebben we al 3 zakken snoepjes ook toegevoegd aan ons winkelmandje. Dus we gaan nu even samen uitkiezen. Brit, hier ook niks. We zullen maar geen wit doen, hè? Mooi, hè? Oh my god, wacht even op. Mijn oog is even ergens opgevallen. Ik vind het heel grappig. Ik denk dat King niet meer met me wegloopt als ik hem dit aandoe. Ik denk dat hij gewoon stopt. Ik zeg wel, soms best wel deze altijd rood bij je vries en dat vind ik wel echt super vet. Maar dit is echt niks voor King. King haalt me echt als ik dit zou doen. Ik ben van deze, serieus. Klein. Je mag een dekje uitkiezen van deze muur. Even stel, welke zou je dan nemen? Welke kleur? Waar zou je mee beginnen? Ja? En laat het jou een beetje van zo'n beige zandkleur, toch? Ja. Ik dacht al wel dat je voor zo'n kleur zou gaan. Ja, alleen zo'n kleur. Ja.
Even kijken, als je een stukje verder, want volgens mij zijn er nog wel meer hoor. Ja, yes. Kijk, dat dacht ik al. Die kon je laten winnen. Nou, de glansspray was ook al echt weer een eeuwigheid op. Jesse, kom. Zij moeten naar huis toe, wij moeten ook naar huis. Kom. Doe je me nou je pussy toys? Ja? Hè? Wel half acht in het huis. Ja, is goed. Yes, die gaan we even in het winkelwagentje zetten. We zijn ook best wel even weer bij de halsjes te kijken. En ik zag dus net die hele leuke, die soort van groenachtige. Alleen, eigenlijk zijn alle halsjes die ik wilde, zijn eigenlijk niet in kinkse maat. En of ze zijn niet zacht genoeg, want er zit weer iets heel raars op. Dus voor een halster gaan we nog even wachten tot er misschien nog wat nieuwe collecties uitkomen. Om te kijken of er nog iets leuks komt. En nu ga ik nog even bedenken of dat ik nog iets wil kopen. En voor de rest hebben we voor King alles wat we nog nodig hadden hebben. Zo, ik ben echt net weer thuis. Mijn jas ligt daar op de grond. Mijn camerahoesje ligt daar op de grond. En mijn telefoon. En hier ligt echt... Kijk, hier ligt het zo. Ik ga jullie nog heel eventjes... Ik ga een klein beetje uitzoomen. Nog eventjes laten zien wat ik nou allemaal precies heb gekocht. En wat er natuurlijk in de goodiebag zit. Want dat wist ik zelf ook nog niet. Dus laten we beginnen met gewoon even de snoepjes. Want die liggen toch voor mijn neus. Nou. 1. 2. En 3 lekker snoepjes. Ze waren namelijk op Pels op stal. En ik vond het heel snel aan de cooking geen snoepjes meer geven. Dus deze waren hard nodig. Dus 3 zakken snoepjes. En deze waren 2 plus 1 gratis. Dus ze waren 3 euro per stuk. Dus nu 6 in plaats van 9. Dan de leuke goodie bag. Die niet in mijn beeld past. Wel. Ja. Nou, deze is van de tas is van NAF. Vind ik echt een hele leuke tas, dus die ga ik zeker houden. Nou, ik ga er gewoon willekeurig allemaal dingen uitpakken. Nou, als eerste de frontring die we gekocht hebben voor King. Ik vind dat de frontring die we hadden, die was eigenlijk helemaal uit elkaar aan het vallen. Want we hadden zo'n lijntje hier zitten. En dat waren allemaal grijze, zilverachtige steentjes. En die zaten allemaal in één rats aan elkaar. Die viel er helemaal uit. En ja, was eigenlijk ook niet meer zo mooi. Maar ja, vooral is uit... Als iets uit elkaar valt, vind ik dat je wel eigenlijk iets voor iets vervangers moet gaan zoeken. Dus, dat is deze geworden. En ik vind hem eigenlijk heel subtiel. Mama heeft hem uitgekozen. Oeh, daar gaat de tas. Maar ja, ik vind hem echt heel mooi. En deze was 13,95 euro. En ik ga even het bonnetje pakken. Want we hadden nog korting erop genomen volgens mij. Want we hadden het bonnetje in de ruim. Ja, ik zie het bonnetje. Lang bonnetje. Hij is ook gelijk gescheurd. Vet handig. De frontring was nu 5,97 euro. Dus dat is eigenlijk geen geld. Dus die zit ook lekker in de pocket. Dus ik ben heel benieuwd. Als ik zaterdag op stal. Vrijdag ben ik trouwens op stal deze keer. Hoe die gaat staan. Dan gaan we door naar het volgende. En dat was iets wat ik voor mezelf heb gekocht. Ik had al tegen jullie gezegd dat ik sokken ging kopen. En ja, het zijn maar liefst 3 paar geworden. Eentje is dus zwart met van het roze logo. Ik heb deze ook in het zwart met alleen dit, zeg maar, in het blauw. Dan deze sokken. Ik heb deze dus ook helemaal in het turquoise, of in het donkerblauw. Ik zeg turquoise omdat het hierop lijkt. En toen zag ik deze in het roze erachter stopt hangen, dacht ik, ja, die moet ik gewoon hebben. En toen zag ik net in de goodie bag dat er ook nog een paar sokken zat. Maar daar kom ik zo meteen bij. Dan nog de EcoShine. Die had ik ook al verteld tegen jullie. Deze was gewoon 8 euro. En dat was dit wat we gekocht hadden. En dan ga ik nu door met jullie naar deze hele leuke goodie bag. Want daar zitten dus echt heel veel leuke dingen in. Als eerste zit deze Kingsland One Size Reflected Tape. Nou, dat is dus zo'n dingetje die dus zo... Ja, samen gaat. Dus mocht je nou met je paard op buitenrit gaan of het gaat een beetje schemeren of je vindt het gewoon leuk, je wil gewoon dat je zichtbaar bent, kan je dus zo'n ding om doen. En
Ja, deze is van Kingsland. Ik vind hem eigenlijk wel schattig, maar ik weet niet zo goed wanneer ik hem ga gebruiken. Maar je weet maar nooit. Nou, dan zitten dus een paar sokken in de goodie bag. Deze zijn wel echt heel erg leuk. Ook leuk dat ze precies mijn maat zijn. En ja, een sokken kan je nooit genoeg hebben. Toen ik naar PMO ging, had ik echt sokken tekort. Nou, nu heb ik echt weer een overvloed. Dan zie ik dit zakje van de Pavo erin zitten. Daily Vitamin and Mineral Balancer. Nou, dit kan je dus dagelijks geven. Volgens mij heb je zo'n grote box. Die kan je geven. Dit is gewoon een tester. Ja, bij King gaat meestal eigenlijk alles wel erin. Mits er geen raar chemisch goedje aan zit wat op medicijnen lijkt. Maar ik denk dat we dit wel lekker gaan vinden. Nou, dan zitten er ook nog een paar snoepjes in. Nou, die gaan dus gewoon straks lekker in één keer in King's buik. Dan zit er ook nog een knaloranje borstel in. Die vind ik ook heel erg leuk. Ja, leuke borstel. Beetje hard, maar dat is wel weer fijn. Hij is ook al lekker... Oeh, ASMR. Lekker, toch lekker flexibel. Dus ik denk dat we hier wel heel fijn mee kunnen borstelen. Nou, alsof we het over de duivel hadden. De paardrijder instructieweken, daar ben ik natuurlijk naartoe geweest. Wil je nog mijn vlog zien? Dan zal ik wel even hier of hierboven even in het i'tje linken. En dan kan je zien hoe ik het had beleefd. Ik ga al vertellen, het is echt super vet. Dus ja, ga je zeker even op de site kijken, want het is echt heel erg leuk. Oh, dan zie ik deze nog. Een nieuwe hoefkrabber. Ik heb vorige keer ook van Amazon een hoefkrabber gekregen. Dus, en in mijn... wat zijn mijn poetskist? Er zitten ook echt zoveel hoefkrabbers. Maar ik vind hoefkrabbers alleen maar fijn. En dat betekent dus dat ik er even twee op stal. Die hebben hun beste tijd wel gehad. Die mogen weg, want we hebben nu eigenlijk twee gloednieuwe. En ja, ook wel weer eens leuk. Een speciale Ladyset 8 actie voor paardenmagazines. Nou, helaas lees ik niet zoveel meer. Ik heb er nog een paar liggen. Van Horka allemaal. Kleding. Van Anki de nieuwe collecties. Die had ik al een beetje voorbij zien komen bij Jill. Ook heel erg leuk. En van BR best wel een flink boek. Dit kon je winnen. Ja. Dan zit er nog iets leuks in. Van Horka een sleutelhanger. Oh, dit vind ik leuk. Dit vind ik echt heel tof dat ze het hebben gedaan. Kijk, het is een clip. Van de... Kijk, oh, dat vind ik echt leuk. Waar ga ik dat aanhangen? Komt vast nog wel op. Er zitten er nog twee dingen in. Eén ding ga ik lekker aan mijn moeder geven. Ik moet het even schudden. Het is een nagellak. Ook heel erg leuk. Gewoon lekker simpel zilver. You never know wanneer je het nodig hebt. En wat ik helemaal top vind, waar ik echt hou ervan. Als ze een labello meegeven. Want ik... echt, ik smeer mijn lippen altijd helemaal vol, want ik hou niet van droge lippen. En soms ben ik op stal en dan vergeet ik een labello. En dus je met van die gekruste lippen hier. En dat is zo vervelend. En ja, het is gewoon heel vervelend. Maar ik heb er dus weer een nieuwe bij. En dan was dit de goodie bag. Hij is weer lekker leeg. En ik vond het echt een hele leuke goodie bag die ook best wel rijkelijk gevuld is. Ik ga jullie even laten zien hoe mijn been eruit ziet, want ik heb alles hier opgegooid. Nou, zo ziet het er dus uit. En ga ik je nu heel even snel vertellen over hoe de avond was. Het was echt gigantisch druk. We vroegen nog even aan een medewerker die bij de kast stond van hoe hun deze avond beleven. En zei van ja, het is echt super druk, maar wel heel erg gezellig. En ze hadden ook een deel bij de kassen afgezet. Ze hadden het moest je omlopen, dat was wel vervelend. Maar ik snapte dat anders gaan mensen natuurlijk voorkruipen in de rij. En voor de rest vond ik het heel erg geregeld. Je kon ook nog verschillende dingen testen. Je kon ook op zo'n stoel gaan zitten voor je balans. En ja, ik vond het eigenlijk een hele geslaagde avond. En er is ook weer lekker geld erin gevlogen. Het valt dit keer voor deze keer echt heel erg mee. Oh ja. Dat is ook weer eens een keer goed te hebben. Ik bedoel, je hoeft niet altijd honderden euro's uit te geven bij de Apple Check. En... dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En laat me nog even onder in de comments weten of dat jij nog iets gekocht hebt bij de Apple Check. En misschien ook op de leeftijd of gewoon op een normale dag. En dan zie ik graag bij de volgende video weer. Doei!